is... De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Ja, wat zou ik ervan zeggen? Er moet wel wat gebeuren natuurlijk. En om nou alles bij die boeren neer te leggen, dat is ook, gaan we ook een beetje ver naartoe. Vind ik bezopen. Ik vind het weer iets dat wordt verzonnen door de regering die we eigenlijk kwijt zouden moeten. We zouden eigenlijk helemaal opnieuw moeten beginnen. Want wat hun nou allemaal voorstellen, iedereen om ons heen lacht ons uit. Want wij willen het leukste jongetje van de klas zijn, het beste jongetje van de klas en we zijn het kleinste jongetje van de klas. Dus wat willen ze nou? Nee, ik vind het onzin. Je reinste onzin. Nou, als het gaat om de maximum snelheid verlagen van 130 naar 100 km per uur, heb ik daar niet zoveel problemen mee. Ik zit zelf niet zo heel erg vaak op de weg. Ik maak veel gebruik van het openbaar vervoer, dus ik heb er niet zoveel last van. Als het gaat om strooizout, wat niet meer gebruikt zou mogen worden, vind ik dat vervelender. Ik denk met name dat er maatregelen moeten worden genomen die betrekking hebben op de landbouw. En met name op de veeteelt. Ik denk niet dat het per se allemaal heel erg goed is. Vooral het strooizout, ik snap wel dat het nodig kan zijn, maar... Ja, ik denk dat de veiligheid er maar zeggen niet beter op gaat worden. En ja, dat je na 7 uur, volgens mij mag je wel weer 130 rijden op plekken waar je dan eigenlijk 100 mag. Ja, ik denk, wat heeft dat dan voor nut als na 7 uur weer wel mag? Heel veel boeren zijn aan het protesteren de laatste tijd, omdat ze die maatregelen onterecht vinden en misschien niet mee kunnen leven. Hoe zit u daarin? Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik denk dat de intensieve veeteelt zodanig is dat het een hoog stikstofgehalte produceert. Dus daar mogen best wel maatregelen opgenomen moeten worden. Zeker als dat invloed heeft op de bouw. We kunnen niet meer bouwen, we kunnen niet meer voortgaan. Ik ben betrokken bij bouw van woningen, van huizen, van gebouwen en dergelijke. Dus ik vind het belangrijk dat er gebouwd wordt. En dan moeten er ook maatregelen genomen worden. Maar waarom is bouw dan belangrijker dan voedsel? Nou, bouw is niet belangrijker dan voedsel. Het is allemaal belangrijk. Maar ik denk dat op dit moment de intensieve veeteelt zoveel invloed heeft op de stikstofproductie, dat daardoor andere dingen niet meer kunnen plaatsvinden en niet meer kunnen. Denkt u dat er wel een probleem ligt bij de boeren of ligt het echt probleem ergens anders? Ja, het zal allemaal wel gedeeltelijk zijn. Autorijden, de boeren, ja. Ik denk allemaal wel eigenlijk. Maar jij denkt niet dat je, dat je één groep de schuld daarvan kan geven. Dus dat je of alleen maar maatregelen moet hebben voor de boeren, of alleen maar voor mensen op de weg, of voor de bouwvakkers. Ik denk dat je van alle groepen wel wat mag vragen. En dat het dan wel beter moet kunnen gaan. Zou je het ook oplossen als misschien supermarkten en verpakkingen aan gingen pakken? Ja, ik denk vooral wel... Dat er bijvoorbeeld heel veel onnodige verpakkingen gebruikt worden. Of ik denk dat je wel heel veel dingen gewoon kan bijvoorbeeld hergebruiken. Of dat er heel veel dingen wel gebruikt worden die mensen eigenlijk later toch niet meer gebruiken. Dus waarom zou je er dan voor kiezen om het te gebruiken? Hoe denkt u dat opgelost zou kunnen worden? Dat wordt niet opgelost. Dat blijft altijd een probleem. Want wij leven, wij ademen, wij hebben dingen nodig. Wij fabriceren dingen. Wij maken dingen op. En we verbranden ook. We hebben dingen nodig en daar moet je de consequenties van dragen. Dus ja... Het is een never ending story. Dit krijg je niet opgelost door 100 te gaan rijden. Jaag je alleen maar de mensen mee tegen in het harnas. En zeker diegenen die nu allemaal een elektrische wagen hebben gekocht. Die krijgen allemaal deksel op de neus. Want die mogen ook maar 100 rijden. Dat heb ja. Ik weet het niet meer. Ik ben blij dat ik elke dag op de fiets ga. Dat ik mijn wagen lekker laat staan. Want ik vind het helemaal niks meer. Ik denk voornamelijk gewoon dat je soort van bewust moet zijn van de problemen die zijn. Ik zou niet per se echt een voorbeeld kunnen noemen van dit zou je echt... Dit zou echt veranderd kunnen worden, maar ik denk dat je vooral een soort van bewust moet zijn van dingen, van de problemen die er zijn en wat je er zelf aan kan doen. Dat je bijvoorbeeld, net als bij de supermarkt, dat je denkt van heb ik dit echt nodig, zeg maar? Of bijvoorbeeld als je een plastic zakje of zo van, gebruik ik dit echt, heb ik het echt nodig of kan ik het eigenlijk ook gewoon zonder doen? Dus ik denk dat eigenlijk wel.